Dijk zeggen, een groot deel voelt zich niet zozeer fysiek bedreigd, maar juist eigenlijk meer door die verschrikkelijke stroom aan nare woorden en dingen die ze lezen gisteren nog in Vandaag Inside van SBS6. Johan Derksen die zegt, een koekje van eigen deeg. De Joden hebben er zelf om gevraagd. Ja, ik neem de afstand van zulke woorden. Dit zijn hele terroristische, vreselijke daden. We hebben net de beelden gezien. Ook wat dat betekent voor gewoon mensen die feest vierden in de woestijn. Die worden neergeschoten. Vrouwen die worden verkracht. Kinderen ontvoerd. Sorry, maar daar passen dit soort woorden echt helemaal niet bij. En ik neem daar de grootst mogelijke afstand van. Hij is verbijsterend wat hij zei. En hij heeft meer verstand van voetbal. Ja, dat is de korte samenvatting. U zegt, nee, ik neem er afstand van. Ja. Maar ja. Ik vind het vreselijk dat dat op onze tv te zien is. Terwijl we weten dat terroristen hier dood en verderf hebben gezaaid. Ja, natuurlijk moet je het hebben over hoe Israël en Palestijnen, hoe daar wordt samengeleefd. Wel, dat er ook moet gekeken worden naar een langdurige oplossing die vrede brengt. Maar dat staat los van wat Hamas op dit moment heeft laten zien. En ook welke terreur er nog steeds wordt gezaaid. Want we zien nu ook hoe nu weer wordt gedreigd dat gijzelnemers zullen worden. Het opvallend verschil is dat je beide rabbijnen die we net in de uitzending hadden, dat ze allebei het verschil proberen te maken tussen gewone Gazanen en hun lot en dat ze gegijzeld worden. En het regime, het Hamas-regime, ja. een religieuze dictatuur. Die het niet alleen op Israëli's heeft voorzien, maar gewoon op Joden, Jodendom en Israël, de staat Israël. Het is dus niet. Het is van een ander niveau. Ja, ja. Hoe kan het dat als je op Instagram kijkt, of als je dus ook SBS6 aanzet en Vandaag Inside kijkt, dat je die nuance, dat hele belangrijke fundamentele verschil niet ziet, hoort? Nou, ik denk dat het begint met dat we in Nederland ook gewoon eerlijk vertellen wat er aan de hand is. Dus ook hoe Hamas in Gaza de macht heeft gegrepen, terwijl ze uit zijn op de vernietiging van de staat Israël. Het gaat ze niet om het welzijn van de Gazanen. Het gaat ze om de vernietiging van de staat Israël. En eerlijk gezegd zou ik hopen dat het ook meer aandacht zou krijgen in de media. En het is wrang dat door deze aanslagen dat we dat aspect nu meer mensen horen. Weten het ook vaak niet. Ik snap het ook wel. Het is een beetje een wegzeppen onderwerp natuurlijk geworden ondertussen. Maar de Westbank, waar ook Palestijnen zitten die veel gematigd